dat is aflevering 2 geweest. Toen hebben wij hier al een schitterende, mooie tunnel gegraven. Wat we nou gaan doen is in ieder geval even een trap maken. Dat was in ieder geval de bedoeling. Oh, het lekt heel erg. Ik ben aan het renderen van de vorige video. En dat lekt een beetje. We kijken gewoon even aan hoe dat er... hoe het gaat verlopen. Ja, het lekt wel iets. Ik hoop niet dat we daar te veel gezeur mee krijgen. Want dan gaan we hier in ieder geval even een dikke trap maken naar beneden. En nou, we beginnen gewoon klein. In de hoop dat we een wat kool tegenkomen voor het fakkels. Het is alweer de derde aflevering, jongens. Het gaat best wel snel. Vooral als je dit 2 keer in de week gaat uploaden dan natuurlijk. Ik zie het al bijna niet meer. Het wordt er donker. Oh-oh. Dat is gewoon bagger. Zo. Misschien houden we dan iets meer licht. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik zie het in ieder geval heel slecht. Zo. Nee, dan hoop dat ik echt even wat kool tegenkom. Het zal er niet. Die mazzel heb ik altijd. Zo. Laten we gewoon eerst even een heel stuk naar beneden graven. Dat lijkt me heel verstandig. Ook heel slim. Om dat te doen. We zaten vrij hoog, zaten we. Zo. Nou, gaan we nou weer even een paar meter recht uitgraven. En ja, ik zie het echt behoorlijk slecht. Weet ik niet of die zombies achter me kunnen spannen. Ik heb in de eerste aflevering had ik al ruzie gemaakt met die gasten. Met die zombies. Kijk, er is daar wel wat. Kijk, daar ligt wat daar al. Dat iron? Ik denk het wel. Ja, beter. Zo. Nou, dat hebben we dan in ieder geval. Laten we even teruggaan. Wauw. Wat was dat dan? Wat een herrie. Oh, dat is die Enderman al, natuurlijk. Ja, nou, dat komt goed uit. Die gaan we zo direct even zoeken daarom. Het is wel een heel klein beetje leggy, hoor. Kijk, daar komen ze al meteen mals doen. Die kip vlucht al. What the fuck? Ik had overal... Ik had al overal van die fakkels neergezet aan de buitenkant allemaal. Ik denk, nou, dan kunnen ze mij in ieder geval niet... meer vinden. Of tenminste, spawnen ze niet zo dicht meer bij me. Maar zoals jullie zien, er komt even nog een spin. What the fuck? Want ik neem deze even misschien. Gaat die boven me zitten, hè? Oh, dan ben je echt een rat. Ja, dan ga ik naar beneden. Wow. Ik heb hem tenminste. Komen jullie hier nou, jongens? Ik word er helemaal gek van jullie. En ik ben ook niet echt van plan, ik heb ook geen zwaard, ik ben ook niet echt van plan om me te laten doden door jullie. Even kijken, hoe was dat ook alweer? Zo heb ik dan een zwaard, kijk. Dat komt heel mooi uit. Nou, we killen gewoon een paar zombies en misschien krijgen we er wel wat rotzooi van. Nou, met zo'n zwaard zou je toch zeggen, ja, ik ben net zeggen, dan zou je toch zeggen dat ze heel snel doodgaan. Stel jij naar druppelen, moet je plassen ofzo. En niet domme struiken, die heb ik net geplant daar al. Mafketel. Komen ze weer met z'n tweeën, hoor. En ja, kakkelach, ik sla er eentje dood en dan komen ze met z'n tweeën terug. Oh, ik moet even... Oh, kijk, rot het vlees. Dat is mooi. Lopen we even naar binnen toe, want anders ga ik echt... Zo.
eten we dat eventjes op. Hoppakee. Volgens mij kan ik niet doder, niet meer doodgaan dan één hartje. Dus dat is wel lekker. Maar what the fuck, joh. Het wordt toch al licht? Ja, oh, wat zie jij eruit, joh? Dit is niet updated, dit is 1.6 of zo. En we gaan even een kip slachten. Oh, dat is wel lekker, je bent meteen dood. En even kijken of we een kip kunnen eten. Oh, we hebben ook nog appels om te eten. Oh. Eten we eerst even een appeltje voor de dorst. Oh, daar komen toch een stuk minder zombies op me af. Ik denk dat ze vanaf de bergen komen, die kleren beesten. Maar goed, ja, wat we even gaan doen. Ik heb helemaal niet de tijd in de gaten gehaald, dus misschien wordt het wel een hele lange of een hele korte serie, ik weet het niet. We gaan in ieder geval eventjes zo doen. En dan die. En een dikke oven, jongen. Zo, oh, gooi ik het weer weg. Drama. Oh. Het is een armoede, hè, als je iedere keer op de verkeerde dingen loopt te klikken. Zo. Nou moeten we toch echt kool hebben. We moeten even zo'n ding meenemen. Zo'n pickaxe. Zo. Die nemen we even mee. Gaan we wel. En de buitenkant had ik ook al in het begin. Had ik daar ook al kooltjes gevonden. En met die kooltjes kunnen we in ieder geval fakkeltjes maken. Je wil wel zeggen, Jeff, maar haal ze nou even van buiten weg. Ja, dat kan wel. Maar dan zit je weer met die. En die zombies te klonen. En daar heb ik niet zo'n zin in. Nee, daar heb ik helemaal geen trek in. Even zoeken hoor. Oh, nou. Oh ja, maar daar had ik alles al weggehaald. En helemaal in het begin. Bij de spawn. Oeh, even springen. Ja, het is een beetje. Hier al hadden we volgens mij ook kool ergens. Had ik al gezien. Waar is het? 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 Nou, niet hier. Oh, waarom donder ik nou weer helemaal naar beneden? Zo. Dan is het hier al, dat hoekje. Daar. Ja, zie je? Gelukkig. We kunnen in ieder geval een beetje naar beneden graven. Laten we eerst deze even kapot maken. Zo. Ik vind dat toch best wel lekker. Dan kan ik ook die kippen opkoken. Zo. Dan gaan we nog even bij het tuintje kijken straks. Want dan kunnen we die kippen een beetje laten fokken, weet je. Dan heb je in ieder geval meer kip. Dan kan ik er af en toe nog eens even een paar slachten. Voor die eten, voor die eten. Nou. Zien we nog meer aan de buitenkant? Geloof het niet, hè. Ik heb geen zin om die hele berg op te klimmen, want ik heb al een wijze hoogtevrees. Echt waar? Nee, hoor. Het is niet echt. Het is een grapje, het is fun. Het is een joke. En die uithalingsvermogen is ook een beetje, hè? Achterlijke pop. Nou, dat schiet dus niet op. Laten we de helft nemen. Even kijken, hoe deed dat ook weer zo. En dan gaan we die kip even braden. Het is niet te heel veel, maar goed. Daarna doen we die eieren even, deze. IJzer. Eitjes kan je niet doen, geloof ik. Zo. Die erin. Wat een chique idee. Vind ik leuk. Oh ja, klik meteen even op die like button. Gaat het goed hier? Ik weet niet wat ze in de hand hebben, maar ze hebben een hele schaap hebben ze aangejonkt. Oh, 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 oh. Donder eens op, schaapie. Ik zal hem even wat groter maken voor ze, want anders krijg je dat weer. Dan is het te klein. Deze en deze. Zo, en deze hakken we gewoon even weg zo. Ga terug. Nou ja, laat maar zitten.
Ja, als je eruit gaat, wordt het gewoon je dood hoor, kippie. Hoppatee. Nou, er gebeurde weinig. Ik heb je gewaarschuwd. Ik heb je gewaarschuwd hoor. En nou, dan gaan we nou eens even kijken, want... Even die. En dan hebben we wel heel weinig stokjes. Even wat stokjes bijmaken. Zo, huppatee. En die kunnen op elkaar. Stokjes en dan fakkels maken. Hoppa. Die stokje. Nou, we hebben in ieder geval wat eten mee. Eetappel. Eten fucking vlees. Hoppatee. Kijk, dan gaat als het goed is gaan die hartjes in ieder geval omhoog. En even een fakkel plaatsen. Zo. En hier ook. En hier ook. Dus ik ben echt bang in het donker. Bang in het donker. Kijk hier, dat bedoel ik. Hoppa. Er worden net nog allemaal rare geluiden hier binnen. Dat hoor ik nou niet meer. Tenminste, ik hoor het niet. Misschien horen jullie wat, maar ik hoor het niet. Zo. Ik heb het gevoel dat ik een stuk lager moet. Ja, ik hoor het weer. Kijk, dit is wat we moeten hebben. Hoppatee. Blijf gewoon even zoeken op deze laag, want ik hoor ook allemaal monsters. En volgens mij zitten die hier achter. Nee, haha. Maar ze zitten hier wel. Oh kijk, ik ben daar ook nog heen. Alleen maar... Oh fuck. Ik ben net zo alleen maar van die geluiden schrikken van, weet je. Maar helemaal niks achter voor de rest. Die pleuren gewoon naar beneden hier, joh. Wat een mafketels. Even kijken. Zo, aflevering 3. Het is nou al spannend. Ik doe dit even zo. En dan weet ik zeker dat die klote zombies niet op me afkomen. Kijk, eieren, dat nemen we ook meteen mee. Zijn er nou toch? Wat is dat nou voor licht? Oh, kom jij maar even hier, oh ja. Nee, een beetje met die eieren had je dat moeten doen, klote beest. Oh, die zijn echt irritant. Oh, waar is mijn zwaard? Nee, dat is niet mijn zwaard. Godsamme, ja plof. Hahaha. We hebben gewonnen. Nou, ik ga er niet te ver heen hoor, ik heb de kleren, maar ik ga gewoon lekker terug. Denk niet dat ze achter me aankomen, toch of wel? Even kijken, waar kwam ik vandaan? Ik kwam daar vandaan. En ja, dan pleurde ze hier op, pleurde er ook eentje naar beneden. Even kijken. Oh, dat gaat weer niet. Ah, kijk, ik ben er helemaal omheen gelopen. Zie je? Daar was er ook eentje, die was naar beneden. Zo. Oh, dat zijn er nou twee wat ik plaats. Nou ja. Dat is niet echt nodig, denk ik. Hè? Moet hier al even een trapje bouwen. Zo. Kunnen we even kijken wat er boven precies zit. Nou, die hoeft niet eens stuk. Nee, Jeff. Het is een beetje irritant. Dat het lekt nou een beetje. Ik hoop ook niet dat jullie er al te veel last van hebben. Wauw, wat is dit? Dit is alleen maar zand. Ik denk ik heb het eind gevonden. Ja, zo makkelijk zal het wel weer niet gaan. Lava!
vind lava lekker. Nou, dit is het einde. Nou, laten we meteen even die kip eten hier al. Lekker, in het zand. Stoffige gedoe hier al. Hier hebben we nog een kip. Die moeten we even braden straks. Maar we nemen even wat kool mee, in ieder geval voor de barbecue. Hoppa. Zie je, het gaat al goed, hè? We hebben er al een paar van die monsters verslagen, ook met ons super zwaard. Dat is ook weer bijna stuk trouwens. Zo. Nou, eens even kijken, want ik denk dat ik er alweer een kleine pauze in las voor een paar dagen. Hè? Komt die van de week gewoon weer lekker weer. Ik hak nog eventjes dit weg. En dan zal ik zeggen, vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Want ik heb het idee dat we nu al een beste poos bezig zijn. En dan komt alles weer dik in orde. Jongens, bedankt voor het kijken. En ik spreek jullie de volgende keer weer. Ciao.